U luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Marktplaats, Marble, Autodata Nederland, you name it, en Bovemij. Welkom bij de DCDW-podcast van deze week met als gast Janita Hurkmans. Een van de dames van Hurkmans, finalist voor het autobedrijf van het jaar, is vandaag de gast in de DCDW-podcast. Janita, dankjewel voor je komst al hier naar de DCDW-podcast. Voor degene die jou nog niet, graag gedaan, voor degene die jou nog niet goed kennen, kun je nog wat meer vertellen over jezelf en over je bedrijven? Bedrijven. Nou, ik ben Janita Hurkmans, 40 geworden dit jaar, 3 kinderen in de leeftijd van 8, 7 en 4. En ik run samen met mijn zus Marielle Hurkmans, 41 jaar, ook 3 jonge kinderen, onze 4 autobedrijven. En daar zijn autobedrijven waarmee we volgend jaar 50 jaar bestaan, waarbij 2 universele bedrijven in Veghel en in Heeswijk-Dinter en een universeel autoschadeherstelbedrijf, dat hoort onder de AAS. En ons laatste bedrijf, de Dames van Hurkmans in Den Bosch, waar we ons speciaal richten op vrouwen. Maar de Dames van Hurkmans, dat is zeg maar een concept van nu een jaar, 2 jaar, denk ik, hè? Ja, 2 jaar. Maar je zei al 50 jaar bestaan jullie al. Hoe is het bedrijf ontstaan? Nou, mijn vader is vroeger begonnen. Die werkte vroeger als automonteur bij een Opel dealer lokaal. En die dacht, dat kan ik eigenlijk zelf ook. Dus is hij in de kippenkooi thuis begonnen. En inmiddels werd het drukker, dus toen moest er een tweede brug komen. Dus toen werden de kippen niet meer opgeschoven, maar toen werden ze geruimd. En, en zo is hij eigenlijk begonnen. Is hij op de ouderlijke locatie thuis een autobedrijf begonnen. En toen mijn moeder leerde kennen, heeft ze vol enthousiasme daarmee opgepakt. En heb zij samen het autobedrijf opgezet. Oké. En was dat voor jou of voor Marielle altijd het doel om ook in de auto's te gaan? Of hadden jullie liever zelf wat anders gedaan? Of is het er toch in gegroeid of gesleten of, nou ja, ik wil dan niet zeggen geramd, maar... Ja, dat is inderdaad wel een soort lastig. Daar vragen we onszelf ook al ooit af. We zijn thuis met 4 kinderen. Vroeger zeiden we altijd, we willen echt niet wat jullie doen, want jullie werken altijd. Van de andere kant wel het bedrijf aan huis. Dus mijn vader was wel altijd thuis bij het eten. Ik had wel altijd het idee dat ik mijn ouders altijd meer zag eigenlijk als een ander gezin of vriendinnetje waar ik kwam. Maar we vonden altijd wel dat ze wel het werk waren. Dan zei nou, dat gaan we niet doen. Maar ja, naar de HAVO wisten we het eigenlijk niet. Dan zei mijn moeder, gaat toch naar Driebergen. Dan kun je toch kijken. En als je nou echt niet weet wat je wil, kunnen we altijd thuis beginnen ooit. En nou ja, dat hebben we toevallig ook nog alle 4 gedaan. Maar dat was wel echt helemaal onze plek. En Marielle en ik hebben daarna nog doorgestudeerd. En we zijn toch elke keer teruggekomen in de auto's. Maar we hebben wel, mijn ouders hebben wel altijd gezegd, joh, het maakt me echt niet uit wat je wordt. Maar je moet vooral eens doen wat je heel leuk vindt. Want je bent veel meer op het werk als dat je thuis bent. Ja. Dus ga vooral iets doen wat leuk is. Dus dat was voor ons op zich misschien toch een makkelijke keuze om richting de auto's te gaan. Omdat we achteraf toch elke keer bleken dat we dat toch heel leuk vonden. Bij elk bedrijf waar we gingen werken of die vervolgstudie kwamen we toch elke keer weer terug bij die auto's. Dus het zit erin. Ja. We zijn gewoon genetisch belast, zeggen we wel eens ooit. We kunnen er niks aan doen. Nee, daarom. En het is uiteraard ook een machtig mooi vak. Maar jullie hebben nu 3 onafhankelijke autobedrijf, maar jullie zijn ook dealer geweest, hè? Ja, of nog steeds, of service dealer? We zijn nog wel service dealer van Seat. We zijn denk ik 30 jaar dealer geweest, van de merk Subaru 25 jaar, van Daihatsu, maar dat is natuurlijk uit het land. En ruim 16 jaar van Kia. En dat hebben we ook altijd met heel veel plezier gedaan. Dus we hebben ook wel echt dealerbloed door ons lopen. Maar als je kijkt naar je DNA, zijn jullie dan meer een onafhankelijk autobedrijf of toch nog ergens een dealer? Nee, ik denk altijd toch wel de onafhankelijke autobedrijf, omdat we wel altijd heel sterk wilden dat we zeiden ook altijd, maakt niet uit wat je koopt als het maar een Hurkmans auto is. En of dat nou een nieuwe auto of een gebruikte auto, dat maakt ons niet uit, want we willen klanten blij maken met waar ze naar op zoek zijn.
En als je dealer bent, dan word je daarin heel veel ondersteund vanuit je importeur. En nieuwe producten zijn gewoon wel hele mooie producten om mee te werken. Maar uiteindelijk gaat het ons om die klant en niet zozeer om die auto. Het is echt wel eerst de klant waar bij ons op één staat. Ja. Dus, ja. Hey, en de Kia als laatste merk, hè? Maar nu heb je eigenlijk zelf een merk gebouwd, hè, door middel van de dames van Hurkmans. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou ja, goed, we wisten natuurlijk dat het met de dealerschappen eindig zou zijn. En we hebben een hekel aan om achteruit te kijken. Maar onze vader heeft ons ook echt altijd al geleerd, je neus zit aan de voorkant en dat is de kant waar we op gaan. Dus om vooruit te kijken. En we misten wel heel erg in de autobranche. We vinden het toch wel eens ooit wat conservatiever of wat ouderwetser. Want heel veel dingen waar mijn vader ooit 40 jaar geleden deed, dat doen we nog wel eens. En dan wij hadden wel heel sterk het idee, we willen het graag anders. En we wilden ook heel graag onze eigen stempel op de bedrijven drukken waar ons bezighoudt. En wij hoorden al heel vaak in onze autobedrijven, in de bestaande bedrijven, gooi, je kunt wel echt merken dat er twee vrouwen hier het regeren. Want het is toch echt heel anders. En eigenlijk hebben we daar gewoon helemaal uitvergroot. En daar zijn we mee aan de slag gemaakt. En dan hebben we gewoon heel planmatig opgepakt om met iets te komen wat compleet anders is voor de autobranche. Om maar gewoon een groot onderscheidend vermogen te hebben. En dat is de dames van Hurkmans geworden? Ja. Want wij hoorden echt nog wel wekelijks hoe slecht de dames ooit geholpen werden in een autobedrijf. En onze vriendinnetjes vinden het ook niet leuk in een autobedrijf. Hè. Die zei ook, noodzakelijk kwaadje niet, net als naar de tandarts moet ik ook één keer per jaar naartoe. Ja. En wij vinden de autobranche gewoon echt heel erg leuk. Nog elke dag. Dus we snapten eigenlijk niet dat die vrouwen ook bijna nooit naar een autobedrijf kwamen. En ook dat ze het vaak niet leuk vonden. Dan dachten we, nou, we kunnen het toch gewoon veel leuker geven. We vinden het allemaal wel heel leuk om te shoppen en naar kleding te zoeken. Of tenminste, een hele hoop wel. Ik val er ook minder honden. Maar. Dus we dachten, ja, dan moeten we iets mee kunnen doen. Dus waarom zouden we dan niet compleet op de vrouwen richten? En waarom niet? We zijn nou eenmaal anders. We hoeven daar ook niet moeilijk over te doen. Dat is nou eenmaal zo. En dat is ook helemaal niet erg. Je moet niet one of the guys willen zijn, want daar zijn we niet. En het is totaal niet feministisch bedoeld, want dan klopt ons concept helemaal niet. Maar nou ja, een andere benadering. Je moet ook als man daar gewoon kunnen kopen. Ja, want onze tag-on zeggen wij ook altijd, hè, van we richten ons op vrouwen, maar mannen zijn meer dan welkom. En dat is ook zo. 39% van onze klanten is ook man. En die zijn heel blij dat ze bij ons kunnen komen, omdat ze op een andere manier geholpen worden. En of dat ze ook niet hoeven te doen, of dat ze verstand van auto's hebben. Want dan zeggen ze, we hebben daar gewoon ook helemaal niks mee. Hij moet gewoon rijden en hij moet gemaakt worden en daar is het. Ja. Is het dan ook meer voor de pragmatische klant? Kan ik dat dan ook op zo'n manier zeggen? Wellicht wel, een gedeelte wel. Van de andere kant denk ik dat het zeker niet alleen de pragmatische klant, maar een klant die meer persoonlijk contact en het meer beleving zoekt en het op een andere manier ziet, dat hij zich ook meer dan fijn bij ons voelt. Dus die mensen die wel juist heel veel om die auto geven, die zien hoeveel aandacht wij aan de klant, maar ook aan de auto besteden, daar worden hun ook juist heel blij van, omdat ze geen nummer zijn. Ja. Ja. Maar als ik nou, als mijn vrouw nu zegt van, joh Paul, ik wil wel een autobedrijf beginnen. Ik wil me aansluiten bij de dames van Hurkmans als een franchise. Is dat iets waar jullie over hebben nagedacht of is het puur en alleen voor jullie zelf? Nee, we hebben helemaal een dames van Hurkmans DNA geschreven. En een van de pijlers van ons DNA is dat we het graag zouden gaan franchisen. Want we hebben het geluk dat we best veel in Nederland op podium mogen staan om ons concept te vertellen, dat mensen daarin geïnteresseerd zijn. En dan de eerste vragen die we altijd krijgen is, nou superleuk, maar wanneer begin je in Utrecht? Of wanneer begin je in Amsterdam? Ja. En we vinden het echt een stadconcept. Dus we zouden heel graag actieve, leuke, gepassioneerde ondernemers vinden die daar iets mee zouden willen. Daar zouden we juist heel graag mee in gesprek willen. Ja, maar dan heb je iemand gevonden in Arnhem, zeg maar, waar zou die aan moeten voldoen? Zou het echt een vrouw moeten zijn? Mag het ook een man zijn? En wat zouden ze. En moet alles dan ook in het roze? Of zou je meer moeten hebben dan alleen dat? Oftewel, wat ik heb gezien bij jullie in de bos is dat jullie vrouwelijke receptionistes hebben en dergelijke. Maar die vind je ook bijna nergens. Is dat het verhaal of wat zit er nog meer achter?
Nee, het is voornamelijk wel, het zou raar zijn als je een autobedrijf voor en door vrouwen bent, dat er alleen maar mannen zouden staan. Dus de overgrote deel dient gewoon wel vrouwen te zijn. En het is fijn als een vrouwelijke verkoopster is en een vrouw in ieder geval altijd aan de voorkant is. Ook wij hebben mannen in de werkplaats werken, ook vrouwen. En die vrouwen die zijn er wel, want we zijn nu op zoek naar een nieuwe salesdame. En ik heb gewoon 10 vrouwen op speeddate gehad afgelopen vrijdag, die daar heel graag zouden willen doen. En dan hebben we er echt al 20 thuis gelaten. Dus ze zijn er echt wel, maar ze willen niet vanuit het traditionele autobedrijf. Daar hebben ze die klik niet mee. Maar bij ons vinden ze dan toch echt anders. Ze vinden, dat prikkelt ze echt om toch op onze vacature te reageren. En ik heb nog nooit in heel mijn carrière in heel de autobranche meegemaakt dat ik gewoon ruim 25 sollicitaties heb, sollicitanten heb, die dames zijn voor een salesfunctie. Is me nog nooit gelukt. Nou, dames, lukt dat? Überhaupt 25 te hebben. Ja, dat is wel knap, hè? Dus laat staan dat je alleen maar al dames hebt. He, dat is helemaal absurd eigenlijk. En er zijn geen dames die dan dus al uit de branche komen, maar bijvoorbeeld wel veel commerciële ervaring hebben. We moeten die meiden of die dames ook zelf opleiden. Maar ja, daar moet je niet bang voor zijn. Want hoe leuk is het om jouw passie en power en kennis over te kunnen brengen op iemand die het heel graag wil leren en daar een deelgenoot van wil worden. Dat is alleen maar superleuk. Ja, nou ja, ik krijg zelf ook altijd energie van. En alleen vaak is het ook zo dat we de mensen die we hebben in de bedrijven vaak niet op de juiste manier opvoeden of begeleiden. Of het DNA er eigenlijk in stoppen wat we eigenlijk graag willen laten zien aan de buitenkant. Ja. Het lukt misschien niet altijd, maar wij hebben een heel praktijk ook van een heel DNA geschreven. Dat is een heel handig boekwerk. Daar als mensen bij ons komen werken of willen komen werken, dan laten we ze er allemaal een keer doorheen bladeren. En dan moeten ze wel echt iets, daar een match mee hebben. En als ze dat niet hebben, dan passen ze niet bij ons. Ook al had ik misschien gedacht, jij zou wel kunnen passen. Dat is dus niet zo. Dus we zijn aan de voorkant al bezig om te zorgen voor het juiste DNA. Maar weet je ook dat dat heel uniek is in de automotive, dat je dat überhaupt hebt? Ja, dat is ook zo. De meesten hebben geen DNA of geen why buy for me of niet een mission statement waar je voor staat en wat de bedoeling is als je hier gaat werken. En die nemen alle goede en foute gebruiken van de ander mee, omdat in het andere nieuwe bedrijf weer te gaan doen. Terwijl daar vaak ook wel een gevaar in zit. Ja. Dat is ook zo. En het is ook apart en uniek dat we dat gedaan hebben. Maar Marianne, ik had wel heel sterk het gevoel, het moet anders. En als we het niet van A tot Z compleet anders zouden aanpakken, waarom zouden we dan iemand, als er 3400 onafhankelijke autobedrijven zijn, waarom zou dan iemand naar ons komen? Dus we hebben een goede naam in de regio. Die wilden we ook niet verliezen. Dus we hadden wel heel sterk de overtuiging, het moet kloppen. En daar hoort ook zo'n DNA bij, waar je samen helemaal afgesproken hebt, waar je van droomt, wat je weet, wat je leest, wat je bent. Mm-hmm. En heel veel dingen maakt het juist makkelijk. Want daar heb ik er juist al heel erg van geleerd. Want als ik een actie onderneem en ik twijfel, past dit eigenlijk wel bij de dames, of is het meer een Hurkmans autobedrijf actie? Dan kijken we even terug in ons DNA. En dan kunnen we heel snel matchen van, oh nee, het past perfect. Of nee, dit moeten we niet doen. Want we verliezen onszelf op deze twee punten. Daar hebben we niet goed over nagedacht. Of we passen het aan. Dan maakt het wel helder wat je altijd naar buiten communiceert, dat klopt met wat je missie, visie en dergelijke is. Ja, en als je nou dus bekijkt, hè, wat je naar buiten communiceert. Hè? Nu ben je finalist voor het autobedrijf van het jaar. Wat voor impact heeft dat bij jullie gehad? Is dat groot? Is dat weinig? Wat heb je ervan al van kunnen opsteken? Wat zijn je ervaringen tot nu toe? En dan moet de finale nog beginnen eigenlijk. Ja. Met grote regelmaat komt er iemand binnen die zegt, nou, leuk dat jullie genomineerd zijn, wat tof. Ja. We worden wel vaak op aangesproken. Ik vind het ook fijn dat er zo is. Hè. We zijn natuurlijk super positief verrast dat we in die finale überhaupt al staan. Maar dat vond ik al in de halve finale. Mm-hmm. En we hebben het groot op ons pand staan. En het refereert wel ergens naar. Want BOVAG is wel een grote naam voor klanten. Dus het is ook makkelijker, vind ik, ooit in een verkoopgesprek als mensen twijfelen. En dan zeg ik, nou, we staan wel in de finale. Dus we doen ergens iets goed. Het trekt al eerder vertrouwen en nieuwe mensen die naar ons toekomen. Die zeggen van, ik heb dit gelezen. En nou, zei ik helemaal wat ik zoek. En we krijgen ook weer nieuwe klanten daarvoor binnen. Dus voor ons heeft het echt wel veel impact.
ben ik echt heel erg blij mee. Onze mensen, naast ons feit dat onze mensen natuurlijk uber trots zijn. En dat maakt het ook heel leuk als team om hier naartoe te leven. Want de meest creatieve dingen komen dan weer naar boven. Waar ze ermee willen of hoe ze dat zien. En dat is ook alweer een heel leuk proces. Hey, en nou is de finale 8, 9 oktober. 9 oktober volgens mij. Ja. Oké. Nu zijn we laatst bij je geweest ook. En we hebben gepraat ook over de website en over leads en dergelijke. Hoe is jouw visie over de hele online automotive? Vind je dat makkelijker geworden de afgelopen jaren? Moeilijker? Waar zitten voor jou de goede punten of de knelpunten? De goede punten, kijk, alles is gewoon online, dus je moet daarin mee zijn. Dus een goede website, minimaal goede chatfuncties, dat je verlenging hebt van openingstijden. Dat is wel het minimale wat je erin moet hebben. En wij doen vooral bij de dames, doen wij dan ook nog heel erg veel met Facebook en met Instagram, om juist op die doelgroep te kunnen targeten en die doelgroep te kunnen behalen, die op te zoeken voornamelijk. Het lastige. Is Insta daar belangrijker dan Facebook? Voor de dames? Ja, nou, Insta is natuurlijk voor de vrouw wel heel aansprekend. Want juist vrouwen en plaatjes en visueel, dat voor de vrouw wel heel erg belangrijk. Dus dat doen we steeds meer op. Maar ik vind het altijd wel de combinatie. Want ook onze doelgroep bestaat van 28 tot inmiddels 75. En die van 75 vinden we echt niet op Instagram. Maar die vinden we ook niet op Facebook. Dus het is of en online, maar voornamelijk voor ons wel 90% online. Het lastigste is om altijd te zorgen dat je er op tijd bij bent. Dat je niet net die ene lead wel miste tussen die 120 andere mailtjes. En dat de juiste persoon die lead oppakt om zo snel mogelijk die klant te bellen. En wij zijn wel van overtuigd hoe sneller je iemand bereikt. En het liefst doen we dat oprecht binnen een uur. Om te kijken of dat we ze telefonisch kunnen bereiken of per e-mail. Om klanten ook nog ergens te verrassen. Omdat ze ook meteen aandacht hebben van de verkopers. Dat ze ook daarmee vast een klik kunnen opbouwen voordat ze naar de showroom gaan. Maar als je leads hebt, hè, en dan komen die binnen in je inbox, of heb je daar een lead management systeem voor? Nee, we hebben daar geen lead management systeem voor. In principe, elke verkoop heeft al één club die rechtstreeks bij hem aanhaakt. En alle overige leads die komen bij mij binnen. En ik kijk dan over welke vestigingen waar welke lead binnenkomt. Zodat, want als bijvoorbeeld Erik vrij is op een dinsdag, dan gaat hij niet naar Erik, maar dan gaat hij naar zijn collega. Dus dan verdeel ik daarin wel de leads. Nee, maar is de inbox dan ook niet super gevaarlijk en vertragend op dat punt? Ja, dat is ook zo. Nou, vertragend niet, want dat hoeft niet vertragend te zijn. Maar goed, kijk, nu zit ik natuurlijk ook in gesprek. Nee, en dan kom ik niet continu op mijn. Dus dat is ook zo. Dan moeten we beter over nadenken over hoe we dat op een betere manier kunnen oplossen. Absoluut. Nee, kijk, in de inbox verdwijnen gewoon heel veel zaken, ongemerkt. En op een gegeven moment heb je 150 vlaggetjes en staan. Dus die vlaggetjes hebben ook geen waarde meer. En daarvoor denk ik, anno 2018 zijn er genoeg systemen die de leadafhandeling gewoon beter en sneller en zeker overzichtelijker voor je kunnen maken, zodat je niks vergeet. En dat is eigenlijk een van de grootste issues binnen die hele online automotive, is dat als je kijkt naar de leadopvolging, er vallen er wel eens een paar gewoon tussen de regels door. Niet door onwil, maar vaak door dit soort dingen van eigenlijk moeten we de volgende stap op dat soort punten ook nog eens een keer willen of kunnen maken. Eens. Eens. Hoe doe je dat met foto's dan, met vrouwen? Maak je daar ook nog iets aparts of zijn het gewoon ordinaire goede foto's? Ordinaire roze gemaakt. Nee, niet roze gemaakt. Want we willen ook af van een te hoog roze gehalte. Want het is bij ons natuurlijk geen Barbiehuis. Uiteindelijk is het gewoon een zakelijke business en serieus, maar op een fijne manier. We doen meer met filmpjes om mensen daarbij aan te haken, maar ook wel gewoon foto's. Maar dan moeten het wel inderdaad goede foto's zijn. Daar is Sanne, die bij ons veel doet voor marketing en communicatie, is daar wel heel kritisch op. Maak je ze buiten of binnen? Wisselend. Ligt eraan wat we willen uitstralen. We maken binnen natuurlijk ook wel een soort foto's, omdat we veel lifestyle artikelen hebben, wat we ooit wel eens uitlichten.
Gaat het om auto's, is het eerder misschien buiten. Filmpjes sowieso eigenlijk buiten. Nou ja, ook niet altijd. Laatst had ik een klant en die wilde weten dat er een kinderwagen in staat. Nou, we hebben ook allerlei soorten kinderwagens staan. Dus dan maken we een filmpje binnen met die auto. En dan laten we zien dat dus die buggy erachterin kan. Of die kinderwagen. Ja, super. Het hoeft niet altijd mega flashy te zijn, want we zijn gewoon een autobedrijf en het moet ook gewoon, het is ook ooit de charmes dat ze zien dat iemand gewoon heel veel moeite voor je gedaan hebt om te laten zien dat er een kinderwagen erin kan, in plaats van dat het helemaal spik en span gefilmd moet worden. Als ik zie bij mijn vrouw, die heeft een winkel in brokanten, zeg maar, en daar is de doelgroep 90% vrouw, en als je dus ook dus ziet wat Facebook en voornamelijk Instagram dan brengt aan handel. En dan zijn de filmpjes en de foto's niet altijd helemaal goed. Maar het gaat om de content op een constante manier antwoord geven op de vraag. Door middel van bijvoorbeeld video. Past dat ding erin? Nou ja, als je dat kan laten zien, dan kan de zwart-wit balans allemaal meuk zijn. Maar dat gaat er niet om. Dat ding past er dan in en je kunt dat zien. En iemand heeft er meer dan gemiddeld aandacht aan besteed om jou dat antwoord te geven. Bij de meeste hoor je dan gewoon een mailtje. Ja, de pan. Ja, precies. Ja. Maar dan daar is het niet. Dan heb je niet de aandacht gegeven wat het eigenlijk dient te hebben. Of waar je onderscheidend in wil zijn. Dus, dat is niet de manier waarop je anno 2018 antwoord zou moeten geven. Nee, precies. Hey, voordat je antwoord geeft op de volgende vraag, en dat is: wat is jouw persoonlijke marktplaatservaring? Graag nog wat aandacht voor onze sponsors. Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen? Dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Marble Digital Marketing Solutions is het online marketingbureau voor de autobranche. Wij bouwen data-driven websites op een platform dat volledig is geoptimaliseerd voor gebruik binnen de autobranche. Door vele koppelingen zijn wij in staat om een naadloze integratie van online naar offline te realiseren voor u en uw klanten. Een hogere conversie via uw eigen website? Voorzien van geavanceerde techniek en functionaliteiten? Tegen een vaste fee per maand zonder hoge eenmalige investeringen? Dan bent u bij Marble aan het juiste adres. www.marble.nl. Wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche bij al hun verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Onze missie? Onze klanten nog succesvoller laten ondernemen. Als onderdeel van BOVAG bestaan wij voor en door de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden. BOVEMEI. Samen vooruit. Je persoonlijke marktplaatservaring, wat is dat? Los van de auto's, privé verkoop ik ook wel iets via marktplaats. En we gaan een huis verkopen binnenkort, want we gaan verhuizen. Dus als je dan weer je huis heen loopt en je denkt, oh, wat heb ik hier nog allemaal voor speelgoed van de klein, toen de kinderen nog echt klein waren. Nou, daar hebben we inmiddels weer veel via marktplaats kunnen verkopen. En dat is wel echt tof, dat die spullen gewoon nog een keer gebruikt worden. Hè? Want het is allemaal veel te goed om weg te gooien, is zo zonde. Dus marktplaats goed, is daar echt fantastisch mooi medium voor. Hey, en nu ben je al heel lang eigenlijk vanuit de wieg ondernemer. Hè? Tenminste, altijd aan de keukentafel heb je het over dat soort zaken en dergelijke. Als je nu terugkijkt, hè? En ik ben het met je vader eens, de neus zit aan de voorkant, dus je moet naar voren kijken. De achteruitkijkspiegel is in de auto daarom ook kleiner dan de vooruit. Het heeft niet zoveel zin om altijd naar achteren te kijken. Maar als je nu naar achteren kijkt, hè, wat is nou een beslissing waarvan je had, die je hebt gedaan, waarvan je zegt, die was achteraf niet zo gelukkig en daarvan kunnen wij leren?
Nou, dat je toch ergens altijd wel moet zorgen dat je in de lead blijft. Want we zijn altijd dealer geweest. We hebben helaas zijn die dealerschap uiteindelijk ook niet voortgezet. Omdat je dan bijvoorbeeld niet in de stad zit. Of wat dan ook de reden is. Voor ons was dat de reden. Want verder hadden we gewoon een hele goede business daarin. Weet je, als je daar echt bij aan wil blijven haken, dan moet je zorgen dat je in de stad zit. Je moet altijd wel die stap vooruit blijven. Maar ook weer denken, stel nou dat deze morgen wegvalt, wat heb ik dan nog meer? Dus wij hebben er ook altijd wel voor gezorgd om en met meerdere bedrijven te hebben en ook een eigen schadeherstelbedrijf te hebben, om er wel voor te zorgen dat we die klant zoveel mogelijk gewoon als zuigende werking naar ons toe kunnen trekken. Op wat voor gebied dan ook. Zeg maar, als het ware. Sorry? Dus het verdelen van de inkomstenstromen de facto. En niet afhankelijk zijn van eentje. Nee. Dus als het dan met de ene keer minder gaat, dan voel je dat meteen erop, heel hard. En het is bij ons altijd wel, het ene bedrijf heeft het ene jaar weer makkelijker als het andere bedrijf. En het helpt elkaar daarin altijd. En het is ook weer, voor ons schadebedrijf is het natuurlijk een supermooie voedingsbodem, dat wij vanuit drie verschillende plekken schadestromen naar het schadebedrijf hebben. En dan zorgt er gewoon dat we daarin echt gewoon een heel goed schadebedrijf hebben. Dus het helpt elkaar allemaal. Ja, maar dat is een inkomstenstroom die zeg maar niet altijd zit op de laatste euro, maar je gewoon die handel gunt in dat schadeherstelbedrijf. Ja. Los van het feit dat we verzekeraars repareren. Ja. Super ook. Maar daar ben je ook aangesloten bij een keten volgens mij, of niet? Ja, bij AAS zijn we een Nistelrode lid. Okay. En dat is ook bij de Dames van de Hurkman zijn we ook AAS. Maar daar doen we dan weer dagherstel. Dus dat doen we een hele andere tak van sport. Klein herstel. Ja, het kleine herstel, het cosmetische herstel voor ons, ja. Oké. Hey, en dan eigenlijk de laatste vraag is een beetje, de online automotive verandert heel snel, hè? En jij staat op veel podiums nu, met de Dames van Hurkmans, om te laten zien dat het ook op een andere manier kan. Wat is nou een van de dingen waar je ziet qua online automotive, waarvan je zegt van ik snap niet dat sommige dealers of autobedrijven nog steeds op dat momentum zitten? Op online gebied. Qua foto's, leads, opvolging of websites of nou ja, websites, hè, dat ze gewoon echt wel een goede website moeten hebben, maar wel een persoonlijke. Dus niet alleen als je bij een keten zit, dat je alleen maar die website ziet. Want die zie ik dan bij alle andere collega's die in de keten zitten ook. Dat vind ik totaal niet persoonlijk. En ik snap niet dat mensen niet meer gebruik van het zakelijke Facebook of Instagram gebruik maken. Want je kunt heel goed je doelgroep bepalen. Je kunt heel goed daarop inspelen. En ik denk dat er nog heel veel autobedrijven gewoon helemaal geen actief Facebook-beleid hebben. En dat is wel echt zonde van deze tijd. Want wij zien wel met de dames waarbij 90% alleen maar op online zitten. Daar toch wel heel veel uit kunnen halen. Los gezien van dat de kosten daarin weer veel minder zijn op Facebook en Instagram. Ja. Nog. Ja, nog. Ja, dat gaat best wel een keer veranderen, denk ik. Maar zolang dat niet is, is dat toch. Zolang dat niet is, moet je er ook gebruik van maken. Ja, dat is het. Is het zonde als je daar laat liggen, als je daar niet verder onderzoekt. Want er kan wel veel mee. Ja. Als ik nu wist wat AdWords zou moeten kosten toen ik ermee begon, had ik toen al mijn geld erop gespendeerd. Ja, dat geloof ik. Toen was het spotvoordelig. Alleen, ja, toen dacht je, nou ja, er zijn ook nog andere manieren. Terwijl je eigenlijk op dat moment eigenlijk al je geld erin moet stoppen. Want dan kon je domineren. Terwijl het nu bijna onbetaalbaar wordt qua prijs. Ja, maar goed, ja dat klopt. En Google wordt steeds machtiger. En die zorgt er vooral voor dat je alleen maar meer moet investeren om toch nog een beetje bereik te kunnen krijgen. Nee, dat is ook zo. Het wordt altijd meer, maar nooit minder. Alleen er komen altijd andere concurrenten, andere competitie aan, die het wel op een andere manier kunnen. Hè? Ja. Dankjewel voor ons gesprek hier in de DCD-podcast. Als mensen meer willen weten van jou, van de Dames van Hurkmans, hoe kunnen ze dan best met jou in contact komen? Via onze website ddvh.nl of ze bellen naar de vestiging of naar een van de vestigingen. Ze kunnen me altijd vinden en doorschakelen of per e-mail. Altijd te bereiken. Super. Hey, dankjewel. Dankjewel voor het interview. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te gast te zijn in de DCD-podcast. Superleuk, Paul. Dankjewel. Wederzijds. Heel leuk. Graag gedaan. En volgende week weer een nieuwe aflevering van de DCD-podcast met daarin wederom een finalist voor het autobedrijf van het jaar. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Digital Car Dealer Workshop, de podcast.
Volgende week is er weer een nieuwe uitzending met wederom een interessante gast en boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie en de notes van deze uitzending op www.dcdw.nl/podcast. En wilt u meer weten over DCDW? Kijkt u dan op dcdw.nl. De DCDW podcast.